Mijn pa zei, jongen, ik ben misschien wel de oudste van alle papa's, hè, maar ik heb tenminste een tatoeage. Als dat niet modern is. Bloedgroep O. Ik wist natuurlijk niet dat dat de standaardprocedure is voor iedereen die ingelijfd werd bij de SS. Papa, je hebt toch een keer gezegd dat hij ter dood veroordeeld bent, hè? Papa? Geef acht! Amnestie nu! Amnestie nu! Een miljoen, hè, zou ik geven. Het was eigenlijk 100 miljoen, hè. Om nog één keer naast mijn papa te kunnen lopen in die betoging. Ja, Werenfried, dat was mijn maat. Dat was de jongste van 4 broers. Zijn oudste broer was Godfried. Zijn tweede broer was Siegfried. Zijn derde broer was Wilfried. We hadden op school een documentaire gezien over de Holocaust. En daar is een beeld uit die documentaire die ik niet uit mijn hoofd kan zetten. Dat beeld van die lampenkap in mensenvel. Papa, wist hij dat?